Welkom bij de Technoloog, nummer 228. Herbert, welkom. Welkom, Ben. Welkom, we hebben Jaap den Toonder te gast. En hij is professor en chair of the Microsystems Group at Eindhoven University of Technology. En wat doe je, Jaap? Je bent professor in orgaan op een chip. En, ja. Ja, hè? Ja. Nou, en daar hadden Herbert en ik van, wow, dit is toch een vakgebied. Gewoon een weefsel bouw je op een chip. En daar gaan we het over hebben. We zijn gefascineerd, dus daar gaan we zeg dat wel over praten. Maar eerst, Herbert, hebben we onze host Red. Vandaag dus over orgaan op een chip. En dat heeft weinig met klantenservice te maken. Maar zoals we weten, Zendesk is de sponsor nu van de Technoloog. En dan gaat het wel over klantenservice. Ja. Dus medewerkers en directie om een compleet beeld van de uitdaging van je klant te krijgen, hoe jouw bedrijf dit geautomatiseerd kan doen en toch persoonlijk kan oplossen, hoe je kan inspelen op de veranderende omstandigheden. Daar kan je dus Zendesk software gebruiken. Zoals ik zei, onze sponsor, allemaal de klantenservice op één cloud platform. Je kan opschalen, snel en zonder inmenging van IT kan jouw klantenservice afdeling zelf de regie voeren. Ja, en lang wachten op klantenservice is niet leuk. Dan moet je eens kijken naar DPG Media, dat na de implementatie van Zendesk een klanttevredenheidsscore behaalde van, raad eens, 76,3%. 96%. Nog maar 6 jaar geleden had de klantenservice afdeling van DPG vooral e-mail als instrument om hun medewerkers in staat te stellen zichzelf te helpen. Hebben ze nou een helpcenter opgericht met Zendesk, dat gemiddeld 4000 keer per maand wordt bekeken, dagelijks door 1600 medewerkers wordt gebruikt. Dat scheelt tijd die gestoken kan worden in complexere vragen. Zendesk ziet ook veel B2B bedrijven zoals wholesalers, die nu tijdens de pandemie hun inboxen vol zien stromen met een toenemend aantal supportaanvragen. Zendesk. Dat was dus het. Top, dankjewel. Jaap, een orgaan op een chip. Wat is het? Ja, het is eigenlijk een geavanceerd celkweeksysteempje. Dat moet ik een beetje uitleggen. Ja. Het is, als je ernaar kijkt, dan zie je eigenlijk een, ik heb het niet meegenomen, maar het ziet eruit als een stukje plastic. 5 centimeter, 10 centimeter groot. Er zitten kleine kamertjes en kanaaltjes ingemaakt. En daarin creëren we een omgeving voor cellen om te groeien. En om structuren te vormen, om weefsels te vormen die nabootsen wat er in het menselijk lichaam gebeurt. Ja. Organen op een chip is eigenlijk een beetje misleidend, want het is niet een compleet orgaan dat we daar in die chip hebben. Het is eigenlijk een soort van functionele unit, hè, een eenheid die. Het is een model. Het is sowieso een model. Ja. Ja, het is een model. Dus het is geen orgaan. Het is geen compleet orgaan. Nee. Maar de term organen op een chip, ik denk dat dat wel. Nou ja, je wilt iets wat goed backt natuurlijk. Peermatig, top. Ja, ik vind het geweldig. Maar wat jij nu vertelt, dat beantwoordt in elk geval één vraag die ik had. Is het dan silicium? Nee, in die zin is het geen chip, hè? Maar het is wel gewoon een vierkant stukje ondergrond. Ja, wat voor materiaal dus? Maar de ondergrond moet er ook wel een bepaald materiaal zijn. Jazeker, ja. Dat is een misverstand dat je vaker hoort. Hè. Dus chip, denken mensen aan, oh, computerchip, IC-chip. Ja. Silicium, halfgeleider wordt dan meteen gezegd. Ja. Dat is ook een materiaal dat gebruikt kan worden. Eigenlijk worden allerlei verschillende materialen gebruikt. Meestal is het afhankelijk van wat voor orgaan het is. Afhankelijk misschien. Wat voor orgaan het is. Afhankelijk welke functionaliteit je wil hebben. Afhankelijk van wat je wil meten. Afhankelijk van wat je nodig hebt voor die weefsels om te groeien. Afhankelijk van, of je er doorheen kunt kijken of niet. Dus er zijn eigenlijk een hele scala van allerlei verschillende materialen. Noem eens een paar voorbeelden van materialen die je gebruikt dan. Ja, dus wat we heel veel gebruiken in het academisch onderzoek, zeg maar, naar op dit gebied, organen op een chip, dat is een heel flexibel rubberachtig plastic. Een elastomeer noemen we dat. Mm-hmm. Het is heel elastisch materiaal, is ook heel transparant. En is ook heel makkelijk, met relatief makkelijke technologie vorm te geven. Is het belangrijk, omdat je met levend materiaal werkt, dat die ondergrond een beetje kan meegeven? Is het daarom? Nou, dat kan. In ieder geval is de omgeving voor dat weefsel heel belangrijk. Niet alleen de biochemische omgeving, maar ook inderdaad het materiaal. Je ziet bijvoorbeeld dat de stijfheid van het materiaal, hoe flexibel is het materiaal, kan een rol spelen in hoe zo'n stukje weefsel zich ontwikkelt, zich gedraagt. En of dat ook daadwerkelijk is zoals in het menselijk lichaam. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, afhankelijk van welk weefsel, kan je voorstellen hersenen en bot,
compleet anders. Hè? Ook een compleet andere mechanische omgeving. Dus daar moet je eigenlijk het materiaal een beetje op tunen. Maar je hebt ook te maken met randvoorwaarden. Hè? Kun je het überhaupt maken? Heb je technologieën om het vorm te geven? Kan je het combineren met microscopie bijvoorbeeld? Mm-hmm. Kun je er doorheen kijken? Hè? Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel dingen die je met elkaar moet afwegen. Ja, er ging ook een wereld voor me open toen ik hierover las. Want een van de dingen die ik meteen dacht van... de grens zal wel ergens liggen bij... weefsel van een hartspier of zo. Want ja, een hart is pas realistisch als het klopt. Ja. Bij het verder lezen merkte ik dat jullie hartweefsel op een chip nog klopt ook. Ja, dat klopt. Dat klopt. Daar komen we op. Maar dus je begint dan met de ondergrond. Dat is bijvoorbeeld flexibel plastic. Ja. En daar zitten allemaal gangen in. Want wat mij opviel, Herbert, het ziet er echt allemaal zo simplistisch uit. Het is inderdaad gewoon een plaatje. Nou, flexibel plastic. Met gangen, met draadjes. En daar zit dan weefsel op. Toch? Ja, tussen. Dat is wel heel simpel gezegd. Ja, eigenlijk. Maar vertel het minder simpel. Daar komt het in feite op neer. Dus je hebt inderdaad de chip is dus eigenlijk zeg maar dat stukje plastic of ander materiaal. Je kan het ook combineren met ander materiaal. Meestal is het plastic zeg maar. En er zitten die gangen in. Wij noemen dat kanaaltjes. Ja. Er zitten kamertjes in waar we bijvoorbeeld die weefseltjes kunnen laten ontwikkelen. Maar er zitten ook wel andere dingen in. Soms moeten we bijvoorbeeld ook actueren noemen we dat. Dus het weefsel mechanisch stimuleren. Dus dat moeten we ook voor elkaar krijgen. Dus dat moeten we ook inbouwen. Daar moet je iets slims voor bedenken. We moeten vloeistoffen heel gecontroleerd kunnen manipuleren. Daar moet je ook slimme technologie voor bedenken. Wat, dus, en die kanaaltjes, wat zit daarin? Daar zit vloeistof in. Vloeistof? Ja. Dus, een soort bloedsomloop. Ja, dat is bijvoorbeeld. Wat je nodig kunt hebben. Dus je hebt verschillende dingen moet je daar doen. Dus je hebt bijvoorbeeld, dat weefsel moet gevoed worden. Ja. Hè, dus daar moeten voedingsstoffen naartoe gebracht worden. Nou, dat gebeurt dus natuurlijk in ons lichaam via de bloedcirculatie. Dat doen we dus via die kanaaltjes. Dus niet dat we daar per se bloed in gebruiken overigens. Maar specifieke vloeistoffen, media noemen we die eigenlijk zelfs ontworpen zijn voor specifieke weefsels. Nou, die moet je daar op een gecontroleerde manier langs leiden eigenlijk, langs die weefsels. Dat is één ding. Maar je wil ook, soms wil je een analyse doen van die vloeistof, dus je wil hem er ook uit kunnen halen en kijken naar factoren die geproduceerd worden bijvoorbeeld door dat weefsel. Dus daar moet je ook een manier voor verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. En soms speelt eigenlijk zeg maar het effect van de stroming zelf een rol. Een heel simpel voorbeeld. Als wij echte bloedvaten zouden willen nabootsen. Dat doen we ook. En een heleboel andere groepen doen dat ook. Dan moet je daar daadwerkelijk ook de goede stroming van het bloed doorheen hebben. Want het blijkt namelijk die cellen die bloedvatwand gaan vormen. Het gedrag daarvan hangt heel erg sterk af van de stroming. Die wordt daardoor gestuurd eigenlijk als het ware. Dus als je dat niet goed doet, dan heb je geen representatief bloedvat gemaakt. En de grootte, heeft dat nog invloed? Dus hoe groot ik... Ja, dat is dus, ook heel divers. Ook heel erg afhankelijk van welk orgaan wil je bekijken. Zullen we gewoon even één orgaan nemen? Dat is toch wel even prettig. Ja. Welk orgaan wil je als voorbeeld stellen? De long, het hart, de lever... Zeg het maar. Nou, ik hersenen. Denk dat, ik denk heb dat, je al hersenen, heb je die op een chip gebracht? Hersencellen, ja. Ja, en laten groeien. Dat gebeurt. Want wat ik heel graag wil dat je maakt voor me, is dat je die hersencellen laat groeien en dat je die een implant maakt. En dat ik dan creatiever ben en meer kan houden. Ik kunstmatige intelligentie krijgt. Ja, een hele andere. Ja, dat is niet eigenlijk waar we bij Organon Chip mee bezig zijn. Hè? Dus waar we mee bezig zijn is begrijpen hoe die hersencellen dus met elkaar praten. Begin, bijvoorbeeld. Ja? Het kan het begin zijn. Hè? Dus het zijn eigenlijk, wij noemen dat in vitro modellen, hè? Dus modellen buiten het lichaam van processen en weefsels die in het lichaam zelf aanwezig zijn. En bijvoorbeeld dat hersenweefsel, dat zijn hele kleine weefsels die opgebouwd zijn uit hersencellen. Het is trouwens heel moeilijk om dat te maken, want daar moet je heel goed beheerste omgeving voor hebben. En waar we dan wij en andere mensen in geïnteresseerd zijn, is dan hoe beïnvloedt zeg maar de structuur van dat weefsel dat je dan maakt en de verbindingen tussen die hersencellen, hoe beïnvloedt dat dan de functionaliteit? Want dat zijn bijvoorbeeld elektrische signaaltjes die heen en weer door worden gegeven. Het is dus letterlijk, je hebt een proefpersoon, je maakt een gat in zijn hersen of via zijn neus of via zijn Nee, precies, dat doe je helemaal niet. Dit is de vraag, waar komen die cellen vandaan? Waar komen die cellen vandaan? Dat vroeg ik mij dus ook af. En ook trouwens, voordat je
Ja. Want hoe is dit begonnen? Is dit al begonnen als een manier om menselijke weefsels te onderzoeken? Of hebben jullie eerst, weet ik veel, validatie-experimenten heet dat dan misschien gedaan, met materiaal van muizen of varkens, kan mij wat schelen, om te kijken of dit eigenlijk wel werkte? Ja, dat is een heel proces. Hè? Dus hoe is het begonnen? Wanneer is het begonnen? Het is denk ik een jaar of 10-15 geleden begonnen. Uh-huh. Het is denk ik de pioniers die zitten in de Verenigde Staten. In Boston. En die kennen we ook trouwens heel goed. Hm. En er zijn eigenlijk verschillende stromingen die bij elkaar komen. Er is een stroming technologen, daar hoor ik eigenlijk bij. En die maken die systeempjes. Wij noemen dat microfluidische systeempjes. Want dat zijn systeempjes waar je op kleine schaal microvloeistoffen in manipuleert. Ja. Nou, die waren oorspronkelijk eigenlijk in de jaren 90 ontwikkeld voor chemische analyse. Dat is dus één stroming. Later ook medische diagnostiek. Bijvoorbeeld neemt een beetje bloed af van iemand en je wil analyseren welke componenten daarin zitten. Daar heb je dat microfluidische systeempje voor nodig. De andere stroming, dat zijn de celbiologen en met name ook zeg maar de stamcelbiologen. Die geïnteresseerd zijn in de biologie van die celsystemen en in de ontwikkeling van die celsystemen. En die, als je die bij elkaar brengt, als je dan zo'n microfluidisch device maakt. En je zegt, hé, wacht eens, ik kan dat combineren met die cellen. Kan die cellen daar op een gecontroleerde manier in laten groeien. Zo zijn die stromingen eigenlijk bij elkaar gekomen. Toen is, als je dan erover nadenkt, hè, want waarom zou je dat dan überhaupt doen? Dat was eigenlijk nog steeds wel zo'n beetje dat de huidige biologische onderzoeksmethoden, die maken gebruik van petrischaaltjes. Ja, ja. Van die ronde glazen schaaltjes. Ja, glazen schaaltjes of plastic schaaltjes. Tweedimensionaal, platte ondergrond. Geen actieve stromingscontrole. Geen beheersing van de mechanische structuur. En daar kan je heel veel van leren. Hè? Als je daarnaar kijkt, als die onder een microscoop legt en je doet daar allerlei proefjes mee, dan kun je daar even van leren. Maar ja, het is natuurlijk niet de omgeving. Heeft geen grenzen. Natuurlijke manier, biologische manier. Nee, er zitten grenzen aan. Ja, ja, ja. Dus het idee van die twee werelden bij elkaar brengen was, we kunnen nu een geavanceerd celkweeksysteem maken. Dat is eigenlijk ook waar ik mee begon, hè, met die termen. Omdat je nu dus driedimensionale tissues kan maken. Je kan die voedingsstoffen op een gecontroleerde manier laten stromen. En een cirkel, je kan die stroming maken. Stroming, ja. Hè, en dat is misschien wel het meest aansprekende voorbeeld nog steeds, waar je heel veel mee kan laten zien. Een van de eerste wetenschappelijke publicaties op dit gebied, dat ging over de long. Long op een chip. Ja. En dan moet je niet denken dat daar een klein longetje in zat. Maar wel zeg maar de functionele eenheid. Dat is het longblaasje. Oké. Dus niet zomaar een hoopje bagger en dat is dan een hoopje longcellen. Maar het werkte echt. Ja, het werkte echt als een long ook. Dus als je nou kijkt naar de oude systemen van de petrischaaltjes, dus dan kan je dat helemaal niet maken. Dan heb je die platte structuurtjes. Dus we hadden die onderzoeks gedaan. Van het Wyss Instituut is dat, van Harvard. Die hadden ik noem het even chip. Hè? Dus die weet nou wat ik bedoel met die microfluidische chip. Met twee kanaaltjes boven elkaar gescheiden door een heel flinterdun membraantje. En aan de ene kant had je de cellen van bloedvaten, endotheelcellen. En de andere kant de cellen van de long. Want dat is ook precies de interface die je in het dat die unit hebt. In dat longblaasje. Ja. Dat is eigenlijk ook waar de uitwisseling plaatsvindt van de lucht die je inademt. Je ademt in, het longblaasje. Mm-hmm. Dat wordt ook gevuld met die lucht. Daar lopen die hele dunne bloedvaatjes lopen daar langs. En op die interface krijg je de uitwisseling van zuurstof. En had je dan ook in die versie van orgaan op een chip een luchtstroom aan de ene kant van dat longblaasje en een bloedstroom aan de andere? Precies. Om dat allemaal dus een luchtstroom aan de ene kant van het longblaasje, een bloedstroom aan de andere kant van het longblaasje en zelfs nog meer. Want je hebt ook het mechanische effect van het inademen en uitademen. Dus je hebt ook rek. Wauw. Met een bepaalde cyclus. Hoe werd dat dan gedaan? Ja, dat werd gedaan met de technologie. Dus je had dan nog andere, we noemen dat dan zeg maar pneumatische kamertjes. Die kon je met een luchtdruk een beetje groter of kleiner maken. Ja. En daar krijg je zo'n mechanische beweging. En het mooie was in dat allereerste artikel, werd ook aangetoond dat dat ook relevant is. Dat je echt ook andere resultaat, biologische respons krijgt van dat long.
Dat kunstmatige longblaasje, als je die mechanische vervorming hebt, dus als je dat inadem- en uitademproces echt. Hoeveel rekt zo'n longblaasje dan uit bij een adembewerking? Kan toch niet zo heel veel zijn? Nee, het is niet zo heel veel. Ik dacht 10%. Ja, ik weet niet precies wat ze. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar dat, okay, dat is dus heel relevant. En volgens mij is daar ook wel een beetje debat over wat er nou precies in het menselijk lichaam gebeurt. Maar ik denk orde grootte inderdaad tot 10% zo'n beetje. Ik denk dat ze dat ook inderdaad hebben toegepast. Maar dan zag je dus, en dan kan je, dan moet je dat gaan opbouwen. En dan kom je een beetje bij validatie. Hè, daarvan, hoe weet je nou dat het ook eruit ziet zoals het in het menselijk lichaam gebeurt. Hè? Dat is een heel lastig punt hiervoor. Want hoe ga je dat valideren? Hè, dus je kan kijken, hoe zien die cellen eruit? Hoe vormen ze de lagen? Wat voor dingen gaan ze produceren? Wat voor eiwitten gaan ze produceren? Wat voor metabolische karakter krijgen ze? Dat kun je allemaal doen. En als je voldoende weet van het echte fysiologische systeem, dan kan je dat met elkaar vergelijken. Dus dat is een heel belangrijke stap die je moet doen, die moeilijk is. Ja. Maar wat je dan, als je dat een beetje goed hebt gedaan, als je het goed hebt gedaan, dan kan je het gaan onderzoeken. Dan kan je het als een onderzoeksmodel gaan gebruiken. En dat is denk ik een van de toepassingen. We komen later nog op andere toepassingen. Dus het begrip krijgen van hoe werkt zo'n orgaan. Maar ook wat gebeurt er als daar iets misgaat. Als er bijvoorbeeld een infectie plaatsvindt, inflammatie. Nou, dat kan je biochemisch kan je dat stimuleren. Dus dat hadden ze ook gedaan. Ja. Kan je met een stofje. In dat systeem. Je zag inderdaad het weefsel reageren. Er ontstond een ontstekingsreactie. En nog grappiger, wat je dan zag is dat er ook daadwerkelijk witte bloedcellen, die werden gerecruiteerd uit het bloedvat, zal ik maar zeggen. Want dat is ook wat er in het lichaam gebeurt, hè, als er een infectie ontstaat. En die reactie was dus ook afhankelijk van al die aspecten. Van de stroming, aanwezigheid van die bloedstroming, de aanwezigheid van de rek door het ademen. En dat was echt een heel mooi verhaal. Ja. En een soort van, iedereen verwijst er nog steeds naar als een belangrijke mijlpaal, zeg maar, in de ontwikkeling. Dit begon zo'n 10 jaar geleden trouwens. Ja, dit begon met de vraag, hoe kom je nou aan die menselijke cellen? Die is nog niet beantwoord. Nee. Ja, ook dat is je hebt allerlei verschillende bronnen. Als je eerst zo'n model gaat ontwikkelen, dan wil je alles op een heel beheerste manier doen. Ik ben van de Technische Universiteit. Hè. Ik ben een technoloog. Ik ben een werktuigbouwkundige. Ik maak dingen. Ik weet hoe materialen zich gedragen. Hè. Bepaalde eigenschappen. Ik weet wat er gebeurt als ik een device maak. Maar biologie is moeilijker grijpbaar. Mm-hmm. Dat is eigenlijk per definitie. Het gedraagt zich statistisch, zal ik maar zeggen. Het kan alle kanten op groeien, inderdaad. En het reageert ook vaak moeilijk voorspelbaar. En natuurlijk, iedereen is anders. Elk biologisch systeem is anders. Dus er zit een heleboel variatie in. Dus als je moet je biologische systeem goed kiezen in het stadium van de eerste ontwikkeling van zo'n device. En er zijn cellijnen heet dat. Er zijn bedrijven die hebben cellijnen. Dat zijn cellen die ooit eens een keer natuurlijk oorspronkelijk van een mens afkomen. Dat zijn gewoon producten. Dat zijn producten, die koop je gewoon. Die zijn helemaal gekarakteriseerd. Daarvan weten we precies hoe ze reageren als we die op een bepaalde manier kweken bijvoorbeeld. En dat zijn de cellen waarmee je begint. Dus ik kan online naar Marktplaats en dan kan ik hersencellen kopen. Marktplaats gaat niet. Nee, een marktplaats, maar cellijn. Een bedrijf. Ja, dus er is een bedrijf die verkoopt. En hoe vraag ze, wil je een ons of wil je een kilo? Nee, maar even serieus. Is meer, maar hoe komt dat bedrijf, want daar ging je overheen, hoe komen ze aan die hersencellen? Blijf even bij de hersenen. Nou, dat komt. Vaak zijn ze afkomstig van één bepaalde persoon in het verleden. Er zijn een aantal voorbeelden. Henrietta Lex. Ja. Dat is het voorbeeld natuurlijk. Hè? Nou, en dat meestal zijn dat trouwens oorspronkelijk tumorcellen.
In het geval van Henry Delax bijvoorbeeld ook. Ja. En die zitten, die worden eigenlijk in celbanken, zal ik het maar zeggen, worden die in stand gehouden. Die worden voortdurend gekweekt onder gecontroleerde omstandigheden. Worden voortdurend ook gemeten. En dat zijn dus cellen waarvan je weet hoe je ze moet behandelen en hoe ze zich gedragen. En die ga je gebruiken en daar maken wij het eigenlijk het meeste gebruik van in de ontwikkeling van technologie, want dat doen wij, hè. Om zo'n systeem te ontwikkelen. Nog heel even, is het duur als ik nu hersencellen koop? Ja, het is... Hoeveel? Dat weet ik niet precies. Maar als wij een heel klein potje met... Ik zie nu allemaal mensen heel veel bitcoins voor nodig. Maar je koopt die cellen. Gaan ze mee trouwens? Gaan ze snel dood? Dat is afhankelijk van de cellen. Maar je moet ze steeds, je moet ze onderhouden, zeg maar. Wat wij doen is, je koopt die cellen, die cellijnen. En dan hebben wij een celbiologisch lab. Hè, waarin we die cellen onderhouden en ook steeds vernieuwen. Hè. Dus dat betekent eigenlijk dat we van dat buisje, potje cellen wat we oorspronkelijk kopen. Daar kunnen we wel even mee vooruit. Omdat we daar ook weer steeds nieuwe cellen van kunnen kweken. Maar als je het van de andere kant bekijkt. Je hebt zo'n orgaan op een chip. Ja. Hoe lang gaat dat mee? Ja, dat is ook. Ja, op dit moment kunnen we. Dat is heel erg afhankelijk van het orgaan. En van het stadium natuurlijk waar het onderzoek in is. Wij zijn, zeg maar, als we beginnen. Al heel tevreden als we een dag, een paar dagen, vier dagen. Zo'n model, zeg maar, goed in stand kunnen houden. En voldoende onderzoek kunnen doen. Ja. Als je echt meer biologische diepgang in het onderzoek wil hebben. En wil straks ook medische toepassing hebben. Ja, dan moet je dat voor weken eigenlijk. En misschien wel maanden. Moet je dat kunnen onderhouden. Ja. Er zijn wel voorbeelden van dat gebeurt. Dat is niet makkelijk. Want dan moet je dus je omstandigheden supergoed beheersen. Precies de juiste omgeving aanbieden. De juiste voeding aan de cellen aanbieden. En, maar dat is wel het streven uiteindelijk van zo'n systeem. Als je het gaat tuurlijk. Maar even science fiction. Hoe lang, ik koop nu hersencellen. Ik stop ze op die chip voor jou. Die heb jij voor me gemaakt. En je geeft de juiste voeding en de juiste omstandigheden. Hoe lang kan je dan die hersencellen in leven houden? En in hoeverre kan je hem laten groeien? Ja, de het wordt steeds spannender. Het wordt steeds spannender, ja, inderdaad. Nou, hersencellen is een moeilijk voorbeeld. Neurale cellen, zeg maar, die zijn heel lastig goed in leven te houden. Ja. En ook ze dusdanig, zeg maar, te kweken dat ze zich echt gedragen op een fysiologisch relevante manier. Ik weet niet precies, ik doe zelf geen onderzoek aan hersencellen. Maar overigens. Welke... Dus welk orgaan wel, welke cellen, kan je wel iets over zeggen? Ja, is een algemeenheid. Ik werk zelf bijvoorbeeld aan, dat sommige mensen noemen dat ook een orgaan, aan kanker, tumoren, zeg maar. Ja, ja, die wij zijn voor ons onderzoek eigenlijk, werken wij tot een week ongeveer. Een aantal weken dat wij die in leven houden. Maar er zijn anderen, weet ik wel, die dat veel langer doen. Als je dus echt de volgende stap wil maken naar echt... biologisch en biomedisch onderzoek. Ja. Dat doen onze partners, hè, want wij zijn de technologen die de chips ontwikkelen. Als je dat systeem goed hebt ontwikkeld, dan kan je dat veel langer doen. Mm-hmm. Oké, jullie zijn de technologen die de chips ontwikkelen. Waar gaan jullie chips naartoe? Blijft dat binnen de TUE naar onderzoek of gaat het naar andere universiteiten? Ook naar andere universiteiten. Deze ontwikkeling is heel natuurlijk multidisciplinair. Ik zei net al hoe het ons is ontstaan. Hè? Dus je hebt de technologen, de microfluidica en de celbiologen bij elkaar. Natuurlijk heb je ook medische onderzoekers nodig. Ja. En in deze projecten werken we heel vaak samen. Of bijna altijd eigenlijk samen. Met mensen die verstand hebben van de biologie. En mensen die verstand hebben van de medische toepassing. Dus het zijn vrijwel altijd samenwerkingsprojecten. De chips worden ontwikkeld in Eindhoven bij het lab. Wij doen ook de eerste biologische proeven met de cellijnen. Hè, om te laten zien dat we echt biologisch relevante modellen kunnen maken. Op het moment dat we dan het stapje verder zetten, is het ideaal dat dan het vervolgens echt door de biologen wordt opgepakt. En uiteindelijk ook door de farmaceutische industrie, komen misschien straks ook nog op. Hè, de medische industrie, om dat uiteindelijk te gaan toepassen. We zitten nu in de ontwikkeling. Kijk, ik zei al, 10 jaar geleden was dat artikelen van Harvard. Mm-hmm. Eigenlijk is het nog steeds in de kinderschoenen, hoor. Die hele ontwikkeling. We zitten nu in het stadium waarin we echt moeten gaan werken aan
de volgende stap in de technologie, zodat dat die overdracht, hè, van de mensen die de chips maken naar de biologen en de biomedici die er daadwerkelijk iets mee doen, hè, vervolgonderzoek kunnen doen of medische studies mee kunnen doen, om dat goed te maken. En dat is ook weer een stap in de technologie die we moeten zetten. En wat is die stap? Je zei net al, het klinkt heel simpel, hè? Je hebt zo'n plaatje of dingetje, ja. Er zitten gangetjes in en dingetjes. Ja, zo ziet maar dit eruit. Het is niet zo makkelijk om het te maken natuurlijk, dat sowieso. Maar het is ook op dit moment nog niet zo makkelijk om het te gebruiken. In de academische ontwikkeling, zal ik maar zeggen, van die modellen is daar eigenlijk nog niet zo heel veel rekening mee gehouden. Het zijn vaak de onderzoekers, de technische onderzoekers, die eerste proeven doen natuurlijk in zo'n lab. En dat is een van de punten waar we nu aan moeten gaan werken. Je ziet dus dat iedereen ook zijn eigen materialen, zijn eigen chipontwerp maakt. Daar worden dan slangetjes aan vastgemaakt. Er zitten weer pompjes aan met die vloeistoffen en zo. Mm-hmm. Vaak is het een beetje gepiel ook in het lab nog steeds. Hoe groot is het ongeveer, even dat mensen een beeld hebben? Ja, de chips zelf, wil ik maar zeggen, die zijn, nou ja, die kan je zo in je hand vasthouden. Ja. Dus dat is typisch een paar centimeter, 5 centimeter, 7 centimeter of iets dergelijks. We willen daar ook grotere platformen van gaan maken straks. Maar die chip die zit dan weer verbonden met pompjes en andere systemen en elektronische systeempjes bijvoorbeeld. Hè, als je elektrische dingen wil doen. Dus ja, het is al snel een halve tafel wat je daar hebt. Mm. En je kan je voorstellen dat om het echt ook gebruiksvriendelijk te maken, hè, voor biologen en medische onderzoekers om ermee te werken, moet je daar een stap maken om dat gebruiksvriendelijk te maken. Dus die stap die moet echt nog gemaakt worden. Ja. Je ziet dus wel dat echt de biomedische onderzoekers, hè, die dus ook echt gedreven zijn om die nieuwe technologie toe te passen, hè, die kunnen die stap best maken. Die kunnen die technologie nu wel gebruiken. En daar doen we ook samen de ontwikkeling mee. Maar als je het breder, zeg maar, wil inzetten, dan moet je dat Gebruiksvriendelijker. Welke stap is in de technologie ga je maken? Is dat inderdaad die chip, dat materiaal of de kanalen? Wat precies? Ja, het belangrijkste nu is dat we naar, en daar zijn we nu net mee begonnen met een project, een soort van platform willen maken. Wat gebruiksvriendelijk is en wat aansluit bij de manier waarop biologen en medische onderzoekers nu hun onderzoek doen en ontwikkeling doen. Dat moet daarbij aansluiten. Wat maakt het gebruiksvriendelijk? Waar grijp je dan in? Ja, dus waar je ingrijpt is, nou, je moet in ieder geval een standaardisatie hebben bijvoorbeeld. Het moet niet zo zijn dat mensen met allerlei verschillende ontwerpen, geometrieën van chips en zo worden geconfronteerd. Dat moet duidelijk zijn. Het moet ook niet zijn dat je daar een pompje met slangetjes op moet aansluiten. Je wil eigenlijk dat soort dingen als vloeistofstroming wil je op een soort van automatische manier gaan integreren. Een ander belangrijk punt is ook nog wel, laten we het maar zeggen, opschaling noemen. Dat betekent, je moet niet met enkele chips gaan werken. Want wat we net al zeiden, biologie is heel variabel. Dus een proef met één chip, ja, kan je veel van leren. Maar als je echt de goede conclusies wil doen, dan moet je die tientallen, honderden keer, misschien wel duizenden keren herhalen. Dus dan moet je een platform gaan maken waar je niet zomaar één chipje aan het uitlezen bent, maar veel meer tegelijkertijd, juist, parallel. Dat vroeg ik me dus ook af. Hè? Het hele idee orgaan op een chip, dat suggereert op een of andere manier massaproductie. Ja. Kom ik erop, want jij zei daarnet, wij ontwikkelen die dingen. Ja. En toen dacht ik al, ja, bouwen jullie iets dat dan direct naar het laboratorium gaat van een partner universiteit die daar dan onderzoek mee doet? Of ontwikkelen jullie iets wat dan naar een fabriek gaat, dat 1000 keer in elkaar zet, waarna het naar, weet ik veel, 1000 universiteiten kan gaan? Hoe is dat georganiseerd? We zitten nu nog duidelijk in het eerste. Oké, dus die massaproductie is er eigenlijk nog niet? Die is er eigenlijk nog niet. We zijn daar nu wel. Er zijn een aantal projecten die je nu in de wereld ziet gebeuren. Een aantal consortia ook die je ziet ontstaan in de wereld die daaraan werken. Er zijn als Nederland trouwens een van de voorlopers. Ik zei al, het is heel multidisciplinair dit onderzoek. Hè? De technologen, de biologen, mm-hmm, de medici. We hebben in Nederland het Nederlandse Organ on Chip Consortium. Yes. ADMT heet dat, met een afkorting. En daar zitten al die mensen van die verschillende expertises bij elkaar. En ik geloof dat we nu 5, 6 jaar of zo officieel bestaan als consortium. Je ziet dus een heleboel van die samenwerkingen zijn daardoor ontstaan. Inderdaad, mensen die aan specifieke chips werken, samen ontwikkelen. En wat we nu gaan starten is,
met dat consortium bijvoorbeeld ook een groot project waarin we dat platform willen gaan maken. Dus eigenlijk een soort... Even over dat platform. Dus dan kan je tegelijkertijd allerlei proeven doen. Dus allerlei organen. Of zeg maar één orgaan met verschillende stroompjes doorheen of andere infecties. 100.000 bij elkaar. Ja, maar dan zie ik dus allemaal van die kleine plastic dingetjes allemaal bij elkaar. En dan zie je precies wat je toevoegt en wat het. Ja. Maar dat is toch allemaal handmade. Moet je dat dus allemaal in elkaar zetten? Dus niet de platformgedachte dat een derde partij met een nieuw schaaltje komt. Ja, dat is dus juist wel het idee. Het idee is eigenlijk dat technologieplatform is eigenlijk als het ware een soort van het is een plaat met geïntegreerde kanaaltjes. Ja. Waar je eigenlijk als het ware die chips op kunt klikken als modules. Dus dat betekent dat je gestandardiseerde aansluitingen moet hebben. Ja. Stromingsaansluitingen. Ik krijg nou het beeld van die bouwpakketten die je wel voor kinderen kunt kopen. Dat is ook het idee een beetje. Ja. En als dat echt een standaard zou worden, en dat willen we natuurlijk wel graag, dat betekent dat als er iemand een nieuwe toepassing wil ontwikkelen of een nieuwe chip wil ontwikkelen en die houdt zich aan die standaard, dan past die dus op dat platform. En Ben je al aan standaarden toe? Of is het van, kijk, als je een standaard kiest, heb je niet het andere. En je zit nog heel erg in een onderzoeksfase. En dan ga je voor één standaard, dan heb je het andere niet. Ja, ik denk dat je wel altijd, zeg maar, in de onderzoeksfase moet je jezelf vrijheden permitteren. Hè? Dus wij als academische groep doen dat ook. Ja. Wij zitten echt in het beginstadium. En wij denken mee over die standaardisatie en over die platformontwikkeling. Daar dragen we ook aan bij. Maar ik denk niet dat het bijvoorbeeld aan een universiteitsgroep is om daadwerkelijk die hele ontwikkeling te blijven doen. Hè? Op een gegeven moment wordt dat opgepakt door bedrijven die overigens ook aangesloten zijn bij dit consortium. Hè? En daar moet het bedrijven verder gebracht worden. Maar we zijn, dat is heel divers ook weer. Hè? Noem ze bij. Dus dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld echt de microfluidica doen. Dus de chips met de kanaaltjes, de vloeistoffen. Mm-hmm. Micronit is er eentje bijvoorbeeld, die zit in Twente. Okay. Maar het zijn ook biotechnologen. Genmab is een voorbeeld van een bedrijf dat bijvoorbeeld meedoet met deze hele ontwikkeling. Ja, maar farmaceuten toch ook? En farmaceuten zijn erbij betrokken. Wat je wel ziet is dat farmaceuten nog een klein beetje, de grote farmaceuten, nog een klein beetje kijken. Hoewel ik ook nog wel vermoed dat ze intern toch wel wat drukker ermee bezig zijn dan dat ze laten zien. Ja, maar die zijn liever een follower. Ze willen eerst al het onderzoek gedaan hebben. Daarvoor is het dus echt heel duidelijk dat die validatie wordt gedaan. Hè? Dat we echt laten zien van wat we hier hebben, dat is echt veel, veel beter nabootsend wat er in het lichaam gebeurt dan wat jullie tot nu toe gebruiken. Uiteindelijk wat die farmaceuten in geïnteresseerd zijn, is medicijnontwikkeling. Hè? Dus dan moet je ook echt aantonen dat je relevante data krijgt uit die systemen. En dat willen de farmaceutische bedrijven wel eerst even wat meer zien. Ja. Maar daarvoor is zo'n standaardisatie aan platformontwikkeling wel nodig. Ook, en standaardisatie zit hem dus in het type materiaal, de chemische samenstelling, daar zit het in. Er zit nog heel veel variatie mogelijk. Ik denk zelfs ook fysieke afmetingen. Dat simpels. Ja, toch? Ja, er zit nog heel veel variatiemogelijkheid in ook. Hè? Even de vergelijking bijvoorbeeld. Hij gaat niet helemaal op hoor. Maar zeg maar de elektronische industrie. Hè? Daar heb je ook die standaard. Dan heb je een printed circuit board. Ja. En dat is een common platform, zeg maar. En er zitten allerlei verschillende modules op allerlei verschillende elektronische componenten. En dan krijg je spanningen en dergelijke die gestandardiseerd moeten. Ja, precies. Dus een standaardisatie, maar daarna zie je toch heel, heel veel diversiteit in de componenten. En dat willen wij dus ook. Want dat heb je ook nodig. Hè? Waar we net ook al een beetje zeiden. Als je een hart wil maken, dan heb je toch een andere micro-omgeving nodig dan wanneer je een long wil maken. Hè? Dus je moet, zeg maar, en dat is natuurlijk ook de kunst, hè? Binnen zo'n gestandardiseerd platform moet je die ruimte moet je hebben. Die mogelijkheid moet je hebben. Nou las ik in de documentatie die wij van je hebben gekregen ook het nodige over dat je, je kunt een hart hebben, je kunt een long hebben, je kunt een lever hebben en ga zo maar door. En die kun je ook weer op elkaar aansluiten. Ja. Is dat ook iets waar die standaardisatie een rol speelt? En dat je inderdaad nog net geen heel mens, maar toch wel iets wat in die richting komt kunt gaan bouwen met zo'n bouwdoos? Ja, zeker. Dat is dat.
Dat is waar we uiteindelijk naartoe willen natuurlijk. Hè. Ook de interactie tussen verschillende organen, of in ieder geval verschillende weefsels die die organen representeren, ja, is heel erg belangrijk. Ook bijvoorbeeld voor die farmaceutische toepassing. Hè. Als je dit als een platform wil gaan gebruiken voor medicijnontwikkeling. En bijwerkingen. En bijwerkingen, inderdaad. En ja. Met name bijwerkingen, ja, ook. Maar effectiviteit ook. Hè, dan moet je eigenlijk verschillende organen ook weer afhankelijk van de specifieke toepassing en de specifieke medicijn moet je met elkaar kunnen laten praten, zoals dat ook, ja, in het lichaam natuurlijk zonder meer gebeurt. Je ziet inderdaad ontwikkelingen waar onderzoeksgroepen mensen dingen ontwikkelen waar organen met elkaar gecombineerd worden. Dat komt net op gang op dit moment. Maar zo'n modulair platform maakt dat inderdaad bij uitstek mogelijk. Je hebt een module voor een lever en een module voor een hart. En die kan je, ja, met elkaar laten dan praten via dat zo simpel dat je ze bij elkaar op een bord klikt en nog even wat buisjes over en weer aanbrengt en dat het dan werkt? Heel simpel gezegd zou ik het zo graag willen hebben, ja. Oké, dus zover ben je nog niet. Nee, zover zijn we nog niet. Nee. Want het is, de technologie is denk ik meer recht toe recht aan dan de biologie. Want het is niet zomaar even die chip maken en dan erop klikken. Je moet ook dat biologische systeempje erin laten groeien. En dat is ook nogal een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Wat leert de werktuigbouwkundige van de biologie? Weet je, want je weet het einde niet. En ja, in de werktuigbouwkunde wel. Ja. En andersom is dat al veel makkelijker. Want in de biologie gaan ze dan het ook allemaal een beetje klassificeren. En dan voorspelbaar. Maar het is toch anders. Maar ja, wat leert het andersom? Biologie. Wat leert de werktuigbouwkundige van de bioloog? Ja, wij leren een heleboel dingen van de bioloog. Eigenlijk kunnen wij niet verzinnen hoe wij onze devices moeten ontwerpen zonder dat we die biologische achtergrond van hun leren. Hè? Zij kunnen aangeven, nou, dit hebben deze cellen nodig. Dit willen we graag kunnen bekijken. Dit zijn dingen die interessant zijn om te stimuleren. Maar bouw je daardoor ook anders? Hoe je bent opgeleid 30 jaar geleden is natuurlijk op een andere manier dan nu. Of 40 jaar geleden of 25. Ja. Maar dus hoe bouw je dan nu anders? Dus meer modulair, denk ik? Meer modulair. Ik weet niet of je per se heel anders bouwt. Maar je moet altijd met het bouwen, de keuze van materialen, met het ontwerpen moet je sowieso rekening houden met je toepassing. Met wat je uiteindelijk wil zien en wat je wil doen. En dat is voor de biologie wel heel specifiek. He, dus er zijn nieuwe materialen misschien wel nodig om te ontwikkelen. He, omdat je specifieke combinatie van chemische en mechanische eigenschappen moet hebben. Dat moeten wij leren van de biologen. Ja. Overigens leren we ook andere dingen van de biologen. Dat doen wij trouwens ook zelf. Dat is misschien niet helemaal hetzelfde onderwerp. Maar je kunt ook biologische concepten weer vertalen in technische concepten. Leg uit. Dat heet dan bio-inspired. Hè? Dus geïnspireerd door de biologie. Wij werken zelf bijvoorbeeld aan. Dat is wel in relatie met die organ on chip. In die organ on chip moet je vloeistoffen rondpompen. Daar moet je slimme manieren voor verzinnen om dat te doen. Nou, dan kan je zeggen, nou, pompje met een buisje eraan en dan werkt dat. Maar dat is niet slim. Hè? Als je kijkt naar hoe dat in het lichaam gebeurt. Er zijn allerlei verschillende mechanismen in het lichaam die vloeistofstroming genereren. Zoals we dat eigenlijk ook in het lichaam willen doen. En een van die zijn kleine trilhaartjes in het lichaam. Die bewegen heen en weer. En daardoor ontstaat er een stroming. Ja, in de longen heb je dat bijvoorbeeld. Dat, in de longen inderdaad, ja. Ja, daarmee wordt zeg maar slijm wordt uit de longen getransporteerd. Ja. En vuiltjes en dat soort dingen. Nou, dat concept dat hebben wij vertaald naar een technologisch concept. Waarin we ook trilhaartjes, maar die zijn dan magnetisch geactiveerd. Of op een andere manier. Die kun je ook weer in die chips integreren. En die kunnen dan die vloeistof manipuleren. Dus dat is geen biologisch systeem wat we dan volgens willen onderzoeken. Maar het is wel een door de biologie geïnspireerde technologie. Dus op die manier, door met die andere disciplines te praten, met die biologen te praten, kom je wel weer op dit soort ideeën. Ja. Die ook wel weer van belang kunnen zijn voor die chips. Ja, mooi. Waarom moet dit allemaal fysiek? Waarom kan het niet allemaal in een digital twin, alles software? We doen alle simulaties gewoon in de computer. Ja. Waarom moet ik het vast kunnen pakken? Nou, je hebt dat echt, de digital twin, hè, dat is inderdaad ook wel een heel mooi onderwerp overigens. Maar ja, op basis waarvan ga je dat ontwerpen, hè, die digital twin? Daar moeten data in.
Daar moeten parameters gezet worden. Hè? Hoe kom je daarachter? Dus je hebt daar natuurlijk echt een fysiek systeem nodig die de input kan leveren juist voor die digital twin. Ik snap me heel goed. Want namelijk dus, je hebt digital twin van een stad, van een boot enzovoort. Ja. Maar dan heb je iets fysieks, maak ze een digital twin. Ja. Maar dan kan je zeggen, ja, je hebt nu een lichaam. Je hebt een lichaam, dat is het fysiek. Maar hoe hou je nu die data uit dat lichaam? Dus dat is dan de vraag. Want als je dat perfect zou kunnen doen. Ja, in de digital twin. Ja, ik denk dat zie je ook wel. Hè. Ik denk dat de toekomst zou kunnen zijn. Hè. Dus dat je sommige mensen noemen het ook wel een avatar maken. Hè, van een patiënt bijvoorbeeld of van een persoon. Waar je eigenlijk een digitale versie maakt. Maar die kan eigenlijk nooit zonder die fysieke input. Hè. Je moet daadwerkelijk kijken van wat produceren de cellen van deze individuele persoon of patiënt. Want dat is heel divers. Maar, dus je hebt die fysieke systeempjes in combinatie met hele grote datasets die iets zeggen over de populatie waartoe jij behoort enzovoort. En al die dingen bij elkaar, die moet je integreren. Maar ik denk dat voor een echt realistische en relevante digital twin heb je altijd de input nodig van een fysisch systeem. Ik wil je niet teleurstellen, maar ik denk jouw vakgebied over 30, 40 jaar, dan kan je zoveel data uit de mens halen. Is de mens je primaire bron, waardoor je wel die digital twin kan maken. Dat kan nu nog niet. Daarom heb je nu nog organ on a chip nodig. Maar is maar wat ik bedenk. Ja, maar je moet de data in stoppen. Hè? Ja, maar dus, dan haal dat eruit en doe ik een pil. Of je kan heel erg kijken met camera's naar mensen. Dan hou je data uit. En ook aan de binnenkant. In je bloedbanen met chips. Ja, nou, daar kan je niet alles uitkrijgen, denk ik. Ik denk dat je altijd nog wel. We kunnen eigenlijk niet meer dan 20, 30 jaar vooruitkijken. Daarom is het allemaal fantasie dit. 5 jaar is wel lastig. Maar mijn overtuiging is eigenlijk dat je nog wel dit soort systemen nodig blijft hebben om echt die biochemische en biologische informatie te krijgen die nodig is om een individuele digital twin van één specifieke persoon te maken. Ik denk dat heel erg lastig is om dat op basis van die algemene data te kunnen doen. Wat ik wel leuk vind is om even te kijken naar beperkingen. Ja. Want waar bouw je nu een alternatief voor? Nou, voor dierproeven bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dierproeven hebben hun beperkingen, want het zijn een dier is geen mens, dus dat is duidelijk. Ja. Je hebt ook een alternatief voor proeven met proefpersonen, die hebben ook hun beperkingen. Ja. Want dat hoor je de laatste tijd ook heel veel. Hè? Het zijn vaak niet al te oude witte mannen, die proefpersonen. En de beperkingen daarvan zijn ook vrij duidelijk. Ja. Maar wat denk jij zijn de beperkingen van deze vorm van in vitro experimenten? Oh ja, dat is ook natuurlijk heel erg lastig te voorspellen. Want je ziet de ontwikkelingen wel gebeuren. Maar je moet denk ik je altijd realiseren dat het een model blijft. Ja. En dat het een illusie is om de complete biologische complexiteit van een persoon. Want het leeft niet echt, het loopt niet rond. Ja, precies. Ja, nee, dat kan niet. Want dan moet je gewoon de complete mens nabouwen. En dat zou natuurlijk een beetje dom zijn. Dan krijg je weer ethische problemen. Nee, dus je moet de beperkingen wel zien. Het blijft een model. En ik denk die modellen, die moet je toesnijden op de vraag die je wilt beantwoorden of datgene wat je wil onderzoeken of datgene wat je wil meten of weten. Het aantal factoren dat een rol speelt in een mens, hè, zelfs in een enkel orgaan is zoveel, dat zijn er zoveel, die krijg je denk ik nooit allemaal echt helemaal beheerst in zo'n systeem. En waar de beperkingen precies liggen, dat weet ik niet. Want het is ook heel gevaarlijk om dat te zeggen. Want technologie en dit soort dingen ontwikkelt. Ook de biotechnologie ontwikkelt zich zo enorm. Je hebt waarschijnlijk nog mogelijkheden genoeg om je modellen te verfijnen. Ja, zeker, zeker. En je ziet dat dus in want technologie is datgene waar wij mee bezig zijn. Hè? Dus dat zijn de materialen en de chips en de sensoren en al die andere dingen waar we aan werken. Maar je hebt ook de biotechnologie. Hè? Dus daar sta ik ook altijd versteld van. Hè? Dat je die cellen iets kunt laten produceren waardoor ze plotseling gaan oplichten. Bijvoorbeeld als ze een bepaald eiwit gaan produceren. Daar leer je ontzettend veel van. Dat soort gereedschappen zijn ook steeds meer ontwikkeling. Dus je kunt ook steeds meer uit die
uit die modellen halen. En ja, waar die ontwikkeling stopt is lastig. Maar ik denk altijd dat je dat op je netvlies moet hebben, dat het een model blijft. Het blijft een model. Hè, hoeveel complexiteit je er ook in kunt stoppen. Ja, jij zegt netvlies. Moet meteen denken. Is dat er ook al, netvlies op een chip? Ja, er zijn wel mensen die werken inderdaad aan netvlies op een chip. Ja. Fantastisch. Ja klopt. Ik denk dat we niet eens een orgaan kunnen noemen waar mensen niet aan werken. Nee. Ik zou het leuk vinden om het even te hebben over wat je dan allemaal kunt meten. Ja. Dus je hebt dat, laat ik zeggen, gesimuleerde orgaan, wat het ook is. Wat kun je dan allemaal voor meetapparatuur daarop aansluiten? Ik heb gelezen over dat je een microscoop op kunt richten. Je kunt waarschijnlijk ook elektrische metingen doen. Ja. Zo'n netvlies of zenuwweefsel kan ik me voorstellen. Ja. Maar vertel daar eens wat over. Wat zijn de mogelijkheden? Ja, je hebt een heel palet aan mogelijkheden. Analyse denk ik ook wel. Ook ja. Waar biologische en biomedische onderzoekers het meest ervaring mee hebben. En wat je ook zeg maar meest prominent nog ook wel ziet in organen op een chip. Dat is microscopie. Het is allerlei verschillende microscopen met verschillende karakteristieken eigenlijk. En dat is ook heel belangrijk. Hè? Dus hoe ziet dat weefsel eruit? Hoe groeit het? Hoe ontwikkelt het zich? Wat is de morfologie van de cellen? Hoe bewegen ze? Ja. Maar met microscopie, wat ik net al zei, kun je ook naar biochemie kijken. Hè? Dus je kunt door slimme trucs te gebruiken, kun je kijken welke eiwitten produceren die cellen. Dat kun je gewoon zien. Dat kun je zien. Dat kun je zien, hè. Dus een van die mooie uitvindingen die gedaan zijn door die biotechnologen, is dat je kunt een molecuul maken, zeg maar, dat fluorescent gaat oplichten op het moment dat de cel een bepaald eiwit gaat produceren, bijvoorbeeld. En dan zie je dus dat de karakteristiek van die cel is veranderd. En dat kan gebeuren in de ontwikkeling van een orgaan of in de ontwikkeling van een ziekte bijvoorbeeld. Dus dat is nog steeds, en ik denk dat ook wel voorlopig zo blijft, de belangrijkste readout noemen we dat ook van die organen op een chip. En dat betekent dus ook dat wij daar weer rekening moeten houden, want we moeten die chip zo maken dat ze compatibel zijn met al die verschillende microscopie mogelijkheden. Maar inderdaad, en dat is weer een van de voordelen van die microfluidische chiptechnologie. We kunnen daar ook elektronica in integreren. We kunnen daar sensoren in integreren. Voor een aantal organen is het cruciaal om elektrische activiteit te meten. Ja. Het hart bijvoorbeeld, de hersenen. Ja. Bijvoorbeeld. Dus wat we kunnen doen is elektroden integreren in die chips. En dan kunnen we elektrische signaaltjes uitlezen. Dan kunnen we gewoon kijken van hoe klopt het hart? Ja. Of hoe gaan de signalen van die neurale cellen? En daarnaast kun je inderdaad chemische aspecten meten. Een van de dingen die je kunt doen is je kunt samplen. Dat betekent dus je kunt kleine hoeveelheden vloeistof afnemen uit zo'n chip. En die kun je dan in een ander apparaat analyseren. Je kunt eiwitten analyseren. Of je kunt dat ook weer integreren. Precies. Je kunt dat ook inderdaad weer integreren. Dat is uiteindelijk wat je wil. Er zijn ook wel mensen mee bezig. Wat ik merk is dat misschien een beetje nog achterloopt, zeg maar, in de organen op een chip. Dus dat is een ontwikkeling die nog wel echt moet plaatsvinden. Maar je kunt dus eiwitten, je kunt RNA kun je produceren. Mm-hmm. Dus dat is wat die cellen gaan produceren. Dat is een activiteit van die cellen kun je dan ook nagaan. En andere factoren, lactaat, glucose bijvoorbeeld. En daar zijn wel weer sensoren voor die je weer kunt integreren. Hele kleine sensoren dus, die je weer kunt integreren in die chips. En op die manier kan je de activiteit van dat weefsel in monitoren, in de gaten houden, echt continu meten. Is er ook iets gaande, schiet me nou te binnen, als miniaturisatie? Heb je een wet van Moore, dat jouw chips elke 2 jaar, 2 keer zo klein worden of zoiets? Nee, dat heb je niet. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Als dat zou lukken, dan kun je steeds meer dingen, steeds meer realisme op een vierkante centimeter proppen. Ja. Nou, de wet van Moore, zeg maar, in dit geval is wel, je wil bijvoorbeeld die sensoriek en die elektroden, die wil je kleiner en kleiner maken om steeds preciezer, ook plaatsafhankelijk bijvoorbeeld, te kunnen meten wat er gebeurt. Hè? Ja. Dus je wil weten wat er in het ene deel van het weefsel gebeurt en in het andere deel. Dus daarvoor is de miniaturisatie die sowieso al plaatsvindt in de elektronica
industrie, zal ik maar zeggen, van toepassing. Maar in zijn algemeenheid zijn er natuurlijk ook gewoon lengteschalen die worden gedicteerd door de biologie. En daar kom je niet onderuit. Nee, zeker. Maar die wil je wel benaderen. Ja, maar dat kunnen we eigenlijk best wel goed. Dat kun je eigenlijk al. Want een cel... ik moet wel voorzichtig zijn. Op cellulair niveau. Dus een cel is typisch 10 micrometer groot. En haardikte is 100. Dat is een 100ste millimeter. Dat is een 100ste millimeter. Ja. Een haar is 100 micrometer dik. Typische haar. Een 10 millimeter. Ja. Ja. Een 10 millimeter, dus een typische cel is nog eens een keer 10 keer zo klein. Ja. Er zijn ook kleinere cellen van een paar micrometer. Er zijn ook grotere cellen van tientallen micrometers. Maar dat moet je toch eigenlijk een beetje zien als dat is natuurlijk de eenheid van het leven, hè, de cel. Dus veel kleiner dan dat voor deze toepassing meestal niet zoveel zin. Nee, duidelijk. Dus, en dat kan je technologisch eigenlijk al heel goed voor elkaar krijgen. Wat je wel ziet, is dat er is nog wel degelijk technologieontwikkeling. En dat heeft ook te maken met vormvrijheid, bijvoorbeeld. En daarom zijn nieuwe methoden, 3D-printachtige methodes bijvoorbeeld, zijn weer zo interessant. Want de meeste technologieën die ontwikkeld zijn voor de elektronica-industrie bijvoorbeeld, of voor microsystemen, hè, dat is allemaal recht en hoekig en hard. Een biologisch systeem heeft ronde vormen, afgerond. Een bloedvat is niet vierkant of rechthoekig, maar het heeft een ronde vorm natuurlijk. Dus die vormvrijheid goed te realiseren op de kleine schaal is nog wel een uitdaging. Dus daar is voor ons ook nog wel een ontwikkeling te doen. Ja. Mag ik een vraag stellen over de software? Dus hoe zit het daarmee? Je haalt het uit. Ja. En wat wordt ermee gedaan? Of modellen worden gedraaid? Wie ontwikkelt het? Ja, de software loopt nog wel. Ik weet niet precies wat je bedoelt daarmee. Nou, ik zie, want je had net behaald het eruit. Ja. En dan denk ik van, dan hebben we heel veel data. Ja. En dan wordt allemaal simulaties weer van die data. Wordt allemaal scenario's gedraaid. Wat hebben we vroeger? Ja. Dit een beetje toen, dit een beetje toen. Dan kan je het weer buiten jouw chip doen in je computer. Ja. Is dat vol, wat ik nu zo fantaseer, is dat vol aan de gang? Of nog helemaal niet? Of ja, dat begint gaat nooit gebeuren? Dat begint zeker wel op gang te komen. Dus dan praat je eigenlijk meer over... het interpreteren van al die data die eruit komen bijvoorbeeld. Hè? Hoe doe je dat? Maar heeft dat een relatie of is dat echt apart? Dus je haalt die data eruit en hebben ze... Dat staat mooi in een database. Op dit moment is het nog te apart, denk ik. Maar je ziet wel dat dat steeds meer integreert. Ik denk dat er in de organen op een chip wereld zeg maar nog te weinig aandacht misschien wel is voor dat aspect. Hè? Hoe ga ik die interpretatie van al die data doen? Hoe breng ik die allemaal bij elkaar? Maar je ziet wel bijvoorbeeld, dat zie je ook bij ons en een andere universiteit in Nederland ook wel, dus dat ze daar nieuwe artificial intelligence-achtige technieken op gaan ontwikkelen, gaan toepassen. Hè? Dus, want je hebt te maken inderdaad ook daar weer met grote hoeveelheden data, die moet je interpreteren. Mm-hmm. Daar moet je conclusies uit kunnen trekken. Als mens kijk je er altijd met een zekere bias naar, hè, bijvoorbeeld. Dus hoe kun je daar algoritme ontwikkelen, zeg maar, om daar ook relevante conclusies uit te trekken? Dat zijn dingen die wel inderdaad. Maar in dat vakgebied zijn. Dat moet er eigenlijk nog bij. Nou, je ziet dat er nu bij komt. Maar, en dat moet zich nog echt binnen die organ chip, dat moet zich dat nog wel verder ontwikkelen. Ja. Dus dat is een van de andere ontwikkelingen die ook wel degelijk moet plaatsvinden. Ja. Ja. Ik zat ook de do-it-yourself. Dus kan ik nu inderdaad, want ik had al die cellen besteld. Kan ik de rest ook gewoon bestellen en thuis wat hersenen laten groeien? Of is het dat is toch te ingewikkeld? Nee, dat is te ingewikkeld. Als je biologie gaat doen, hè, dan... ook de technologie hoor. De technologie is ook niet zo heel simpel. Je hebt dan nog wel geavanceerde technologische infrastructuur voor nodig. Het is wel allemaal open source. Jullie maken alles openbaar. Wij maken alles openbaar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, voor mij zelf, zeker als universiteitsgroep, is dat ook een van mijn principes. Hè? Dus alles wat ik doe, dat moet gepubliceerd worden. Ja, gepubliceerd worden er ook patenten aangevraagd? Ja, er worden patenten aangevraagd. Dat doen we ook. Ik heeft mijn persoonlijke prioriteit niet om patenten te hebben. Maar er zijn wel een aantal... we werken natuurlijk ook samen met bedrijven. Ja. Hè? Dus dat betekent dat... die doen ook actief mee met het onderzoek. Hè? Het is niet zo dat wij een onderzoekje uitvoeren voor een bedrijf. Dat is vaak ook echt geïntegreerd. En natuurlijk hebben die er ook wel belang bij om soms die kennis die dan gegenereerd wordt te beschermen. Ja.
En dus dan zijn we bijvoorbeeld mede-uitvinders op zo'n patent. Maar uiteindelijk is mijn doel altijd om het vervolgens natuurlijk ook nog wel publiek te maken. Hè? Dus kan het beschermen. Dat sluit elkaar niet uit. Patenten is openbaar maken. Is openbaar maken, ja, ja, precies. En ja, daarnaast uit onderzoek kan, en dat zien we ook wel steeds meer gebeuren. Hè? Dus het onderzoek meestal wordt eigenlijk bijna altijd gedaan door de jonge mensen. Hè? De promovendi en de postdocs die heel enthousiast aan de slag zijn altijd in het lab. En sommige daarvan die willen onderzoeker worden. Sommige daarvan die willen misschien juist weer wat meer ondernemend worden. En die willen op basis van het onderzoek dat zij hebben gedaan, zeg maar bijvoorbeeld een start-up. Zijn die al ontstaan? Ja, die zijn wel aan het ontstaan. Ja, niet in Eindhoven, maar ik weet inderdaad dat er op andere plekken in Nederland. In de Verenigde Staten. Oh, Nederland zelfs. In Nederland ook. Ja, Nederland ook. Ik weet bijvoorbeeld in Delft, uit Delft. Delfts onderzoek is een mooie start-up ook gekomen op organ-on-chip gebied. Dus dat is ook, dat zijn hartstikke mooie ontwikkelingen. Dus dat zie je wel een beetje gebeuren. Maar als je dat wil doen, moet je natuurlijk ook, dan moet je wel om een positie in die markt te kunnen krijgen, dan moet je toch ook je kennis gaan beschermen. Ja. Dus dan moet je ook gaan patenteren. Ja. Dan groeit een nieuw ecosysteem, Ben. We zijn echt, dit is, ik wil vaak. Okay. Ja, dit is echt, dit is gewoon meer 1968. ja, het is echt, 10 jaar geleden. Ja. Misschien niet 78, je bent nog vroeger. Ja. Maar het is een hele spannende ontwikkeling. En wat ik al zei. Wat heb je nodig om het te versnellen? Dat vind ik altijd een hele prettige vraag. Geld. Nee, dat heb je al. Want je hebt pas geld gekregen. Dat is waar. Ja, maar je hebt meer nodig. Altijd. Nou, je hebt. Nou, er komt steeds meer onderzoeksgeld. Dat is wel waar. Hè? Je ziet ook wel dat. Overigens, ook daar spelen wij als Nederland weer een heel duidelijke rol. Ik zei al van, we spelen een pioniersrol in Europa. Ook met dat ADMT. Hè? En met dat consortium zijn we ook heel goed in staat geweest om niet alleen maar die consortia te maken, maar ook om overheden erop te wijzen van, hey, dit is wel een belangrijk gebied. Dus hier moet geld ingestoken worden. Dus je ziet dat het onderzoeksgeld daarvoor ook aan het groeien is. Maar om echt die stappen te maken waar we het net over hadden. Hè? Dus je wil het standaardiseren. Je wil het een platform gaan maken. Je wil kunnen gaan valideren. Je wil echt naar de farmaceutische industrie weer kunnen laten zien van, nou, dan moet er eigenlijk nog veel meer geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld validatiecentra, testcentra voor dit soort systemen, waarbij je op een grootschalige manier echt dit een stap verder kan brengen dan toch meer de onderzoeksfase waar we nu nog steeds wel een beetje in zitten. Ja, we merken steeds meer dat omgevingsfactoren invloed hebben hoe een mens functioneert. Ja. Dat kan je ook gewoon toevoegen. Dus dan zeg je van, joh, even vieze lucht. Of hooikoorts. Fijnstof erin. Ja. Het is grappig dat je dat zegt, maar in dat eerste artikel. Ja, dat zeg ik. Op die long hebben ze dat dus inderdaad gedaan. Ja, zie je dat? Dus daar hebben ze inderdaad hele kleine deeltjes, fijnstofsimulatie. En je zag inderdaad een ontstekingsreactie. Ja. Dus inderdaad, het hangt. Kijk, wat heel moeilijk is. Kijk, dit soort omgevingsfactoren, dat is te doen. Hè? Dus fijnstoffen in de omgeving, chemische zaken enzovoorts. Maar belangrijk voor gezondheid is natuurlijk ook levensstijl. Hè? En dat soort aspecten. Een beetje alcohol toevoegen, een beetje nicotine. Dus dat kan je indirect natuurlijk proberen te simuleren in zo'n model. Hè? Dus je kan, je weet zeg maar hoe beïnvloed bepaalde levensstijlen, zeg maar, de biologie van een persoon, van iemand. Dus dat zou je indirect kunnen toevoegen. Maar dat is ook een van de aspecten natuurlijk die het lastig maakt om echt een compleet volwaardige kopie te maken van wat we het net over hadden. Hè? Dus de avatar. Ik heb nog een vraag over de ethiek. Ja. Dit lijkt me een prachtmethode om juist van ethische vraagstukken af te komen. Hè? Minder proefpersonen nodig, minder proefdieren nodig, hebben we het over gehad. Maar je gebruikt wel menselijke cellen. Zijn daar eigenlijk nog ethische vraagstukken omheen? Ik kan me ze niet direct voor de geest halen, maar zijn er toch nog voorschriften waar je met dit soort cellen aan moet voldoen, omdat ze van mensen afkomstig zijn? Ja, die zijn er natuurlijk zeker. Wat zijn die dan? Nou, kijk, voor de cellijnen zijn die redelijk mild. Dan moet je volgens bepaalde procedures werken die gewoon vastgelegd zijn. Maar
op het moment dat je bijvoorbeeld de stap maakt naar, en wij maken die maar heel beperkt, maar er zijn een aantal andere groepen die dat wel doen, naar echt materiaal van patiënten, cellen van patiënten, om die te gebruiken. Hè, om klinische studies te gaan doen. Dat oh ja, je kunt doen. Ook echt een orgaan op het chip maken met cellen van Herbert Blankenstein. Ja, want dat is natuurlijk de vervolgstap. Hè. Dus wij in de ontwikkeling gebruiken die cellijnen, maar vervolgens, om echt iets relevants te kunnen zeggen over Herbert Blankenstein, moet ik jouw cellen hebben. Ja. En dan moet je natuurlijk goed regelen. Kankercellen is natuurlijk makkelijk, want dan hebben mensen van prima. Toch? Dan? Ja, maar kijk, je moet altijd volgens ethische principes, en die zijn heel strikt, moet je dan te werk gaan. Dus als we op het moment dat wij bijvoorbeeld met patiëntencellen of personencellen aan het werk gaan, dan doen we dat altijd samen met medische centra of ziekenhuizen die daar een hele proces voor hebben. Dan moet een medisch-ethische commissie naar kijken. Dan moet een ontwerp van het onderzoek worden ingediend. En dat moet gewoon aan standaarden voldoen. Dus in dat geval heb je dat ethische aspect moet ingebakken zijn in het onderzoek en ontwikkeling dat je doet. En dat is er ook zo. Ja. Is dan toestemming van de betrokkenen de hoofdzaak? Wat kun je nog meer hebben voor voorschriften, dingen waar jij op moet letten als onderzoeker? Ja, we moeten dat onderzoek op de juiste manier. We moeten de data bijvoorbeeld die in zo'n onderzoek worden gegenereerd, moeten we op de juiste manier behandelen. Ja, we moeten niet alleen anonimiseren, we moeten dat compleet onherleidbaar maken, bijvoorbeeld naar bepaalde personen. Dat zijn overigens processen waar ik niet zo heel veel verstand van heb. Mm. Maar natuurlijk onze partners wel. Hè? Met name onze medische onderzoekers, onderzoeksinstituten, die weten dat heel goed. Ja. En, maar bijvoorbeeld, hoe ga je met data om, is iets waar je heel bewust van moet zijn als je dit soort werk doet. Ja. Als alles wat met mensen, personen te maken heeft, dan moet je daar moet je goed op. Het wordt me eigenlijk nu pas duidelijk, hè, dat je dus de menselijke organen in het algemeen kunt bestuderen, maar ook mensen, het orgaan van een bepaald persoon kunt gaan simuleren met deze technologie. Ja. En dan krijg je dus echt weefselkweek 2.0. Ja, en dat is waarom die farmaceuten het ook heel interessant vinden. Hè? Want dan kan je dus inderdaad ook zelfs persoonlijke medicatie of persoonlijke behandelingen eigenlijk zou je kunnen gaan vaststellen. Hè? Ja. Dus het is voor de medicijnontwikkeling, maar uiteindelijk ook voor persoonlijke diagnostiek. Als iemand een bepaalde aandoening heeft, wat is dan de beste behandeling voor dat specifieke individu? Ja. En dan zou je inderdaad de cellen en misschien nog een stapje helemaal terug naar die stamcelbiologie. Want de stamceltechnologie is nu zover dat we een cel, bijna een willekeurige cel kunnen nemen van een persoon. Dat kan een huidcel bijvoorbeeld zijn. Die kan je terugprogrammeren tot een stamcel. En die stamcel die kun je dan weer laten differentiëren naar verschillende type cellen. Een niercel of een hartcel of wat dan ook. Dus op die manier kan je met precies de genetische make-up van de persoon, kan je een orgaan functie creëren op zo'n chip. Dat is bizar interessant, want we hadden het net over de bias die je kunt krijgen door onderzoek met proefpersonen. Hè? Altijd die witte, niet al te oude blanke man, maar nu ga je inderdaad medicijnen gewoon toesnijden op een patiënt. Exact. Zelf, en daarom is het ook zo spannend. Ja. En we hebben nog een hele lange weg te gaan, hoor, maar dat is een van de mooie beloftes. Ja. De volgende stap is dat je het wel snel genoeg moet kunnen doen. Hè? Want als je iemand op de operatietafel hebt liggen die acuut nu iets moet hebben, dan ga je niet even rustig zo'n orgaan op een chip erop loslaten. Nee, klopt. Ja, en daar heb je hebt er altijd een bepaalde tijd voor nodig natuurlijk om zoiets te maken. Maar dat is inderdaad nog een van de uitdagingen die we hebben. Ja. Waanzin, gaat de wereld voor me open. En leidt dit uiteindelijk tot een verlaging van de gezondheidskosten? Of en komt de besparing dan alleen maar omhoog? Gaat alleen maar omhoog. Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Hè? Dus wat wel natuurlijk zo is, is dat je kunt wel zeggen, nu is medicijnontwikkeling duurt lang. Omdat je, dus het is een heel lang traject. Hè? Dus je moet op zoek naar uiteindelijk de klinische trials. De klinische trials, enzovoort, 10 jaar. Als je een beter model hebt, hè, dat een betere, geen perfecte, maar een betere benadering is van de mens, dan zou je dat kunnen versnellen. Dus in ieder geval bepaalde fases van die ontwikkeling zou je kunnen versnellen. Dus dat geeft een versnelling. En dus in principe zou je denken ook een kostenbesparing. Hoe dat daadwerkelijk uitpakt, dat weten we niet. Maar
mijn ideaal zou zijn dat je deze technologie daarvoor wel zou inzetten. Hè? Dus dat geloof ik ook trouwens, hoor. Begrijp me goed. Maar wat krijg je? Hè? Dit is straks mogelijk. Geeft op een bepaalde manier kostenbesparing. Maar het is weer een nieuw instrument dat je hebt. Ja. Van de vele instrumenten die je gaat inzetten. Al die instrumenten samen. Ja. Die maken het de gezondheidszorg natuurlijk wel duurder. Verder niet erg. Dat is een soort natuurlijke ontwikkeling. Maar zo is het wel. Maar toch. Oké. Okay. Hebben we nog een vraag? Nee, ik heb al mijn vragen kunnen stellen. En ik ben echt helemaal flabbergasted van hoe interessant dit is. Ja, echt, mooi, ik wist dat het interessant zou worden, maar zo interessant. Ja, dus, dat had ik niet verwacht. We spraken met Jaap den Toonde. Jaap, bedankt. Hij is professor Microsystems bij de Microsystems Group in Eindhoven. Jaap, bedankt. Dit was Technoloog 228. Herbert, bedankt. Ben ook. Tot ziens allemaal. Tada. Ja, dit is interessant. Geweldig, Jaap. Ja, mooi verhaal. Dank je wel.